Naast mij zijn twee dames komen zitten. Zij behoren tot de orde van de weefsters. Ze stellen zich graag zelf even aan u voor. Ik ben Sini ten Hof. Ik ben Corrie Koldijk. Ik heb een vraag aan jullie. Wat houdt dat precies in, de weefsters? Ik denk dat je kunt zeggen dat wij een zusje van de vrijmetselaars zijn. Maar wij hebben onze eigen symboliek. Wij doen iets met weven. Niet letterlijk, maar wij spinnen onze levensdraad. Ieder op zich, maar als vereniging bij elkaar. Steunen we elkaar, spiegelen we elkaar. En met andere mensen kom je tot meer diepgang voor je eigen zelfontplooiing. Sini, hoe vaak hebben jullie dit? Nou, dat hangt... Kan je misschien iets dichterbij komen? Dat hangt ervan af. Van, wij hebben namelijk 3 graden. En als je de 3e graad hebt, dan ben je hier wekelijks. Maar een 1e graad komt zo 1 keer in de maand. 2e graad ook. Nagelang de... Dan eigenlijk, ja, maar in ieder geval 1e graad komt hier wekelijks samen. En de 2e graad, ja, die hebben nog zoveel zelf te doen dat ze nog niet 1e graad hebben en dat ze dan ook wekelijks kunnen komen. Ja. Hebben jullie het gevoel dat je... Wanneer je hier bij die orde van de weefster zit, dat je dan de dingen beter kan delen met elkaar. Dat heb ik net ook aan de voorzitter van de loge gevraagd. Hè? Geeft dat een toegevoegde waarde in jullie leven? Oh, zeker. Zeker. En je zou zeggen, hoe langer je lid bent, hoe meer diepgang je krijgt. En je hebt de ander nodig. En je weet dat de medezusters, want wij noemen elkaar zusters, dat je daaraan kunt spiegelen en dat al die zusters iets van elkaar opsteken. Maar we zijn allemaal met hetzelfde bezig. Ja. Dit stimuleert. Mag ik je vragen, hoeveel weefsters zijn er hier in kamp? 25. Wij, voor een paar jaar geleden was onze groep groot. En dat is toen een afscheiding gekomen, want er was behoefte van een avondloge in Zwolle. En zodoende zijn ongeveer de helft toen weggegaan en hebben in Zwolle een loge opgericht. Dus ja, er mag weer bij komen. Ik bedank jullie vanaf deze plek voor je tijd die je hebt vrij willen maken om ons even wat te vertellen wat de orde van de weefsters is. Dank jullie wel.